Ja, voor degene die de eerste drie uitzendingen over Anne Frank. Hitlers meest beroemde slachtoffer, zo wordt ze genoemd. Niet gezien hebben. Dit gaat over de dagboeken van Anne Frank. Een uitgave van de staatsuitgeverij. En ik pak eventjes die eerdere scantjes er even bij. De dagboeken. Er zijn meerdere versies van. Heel ingewikkeld hoe het in elkaar zit. Je snapt er echt helemaal niks van. In ieder geval, ik snap het niet. Dan weer dagboek A, dan weer dagboek B en dan weer dagboek C. Dan weer dagboek alleen maar B en C. Ja, dat zal wel. Dat zal wel kloppen. Een dagboek met plaatjes, een dagboek zonder plaatjes. En steeds weer andere namen. Dus dit is dan zo'n pagina. Hier staat Koophuis en Kraler. En hierboven staat Kleiman en Kukla. Ja, wat is het nou? Of wordt hier, ja, wordt hier gewoon gedaan? Ik snap het ook niet aan. Nou, dit zijn de krantenknipsels die ik in het boek ook had. Ik heb er meerdere, maar deze heb ik dus ingescand. En besproken. Dat is best een beetje vreemd taalgebruik. Weet je, lijkt een beetje net als wat in de story staat. Of de privé of zo. Ons koningshuis. Een leuke berichten voor leuke mensen. Nou, op zoek naar de laatste pagina. Want dit is de meest gore shit die je maar kan voorstellen. Ik heb aan het begin gezegd dat Anne Frank werd weggezet als een geile teef. Ik vind ook dat dat niet mag. Dat zullen jullie denk ik wel begrijpen. Maar dan moet ik wel zeggen waarom dat is. Dus dat gaan we dan ook doen. Deze heb ik ingescand op 300 dpi. Ja, kijk eens. Dit kan je echt goed lezen. Dit gaan we voortaan altijd doen. Dit is weer een pagina waarbij ze... Ja, er staat geen datum boven. Maar van A is het dagboek... dagboek A, pagina 77, daar stond dit. En op pagina 78 stond dat, zullen we zeggen. En van dagboek C weten we niet per se een paginanummer. Ja, nou, dat zal wel weer... We beginnen met de makkelijke dingen. Op het ogenblik zit moeder weer te mopperen. Ze is zichtbaar jaloers omdat ik tegenwoordig meer met mevrouw Vandaan praat dan met haar. Dagboek B heeft er niks over te zeggen. En dagboek A heeft op pagina 78 de mededeling. Op het ogenblik zit moeder weer te mopperen. Ze is zichtbaar jaloers dat ik meer met mevrouw Van Pels praat dan met haar. Kan mij wat schelen. Even terug. Hoor. Ja, het is toch hetzelfde idee. Ja. Of ja, in het ene dagboek stond ze... Er waren gewoon twee vrouwen. Er was een mevrouw Van Pels. Waar de moeder jaloers op was. En een mevrouw Vandaan. Ja, het zou kunnen. Ja, en die ja, dat zal wel, dat zal wel. Voor, even kijken. Ja, ze zijn verschrikkelijk modern, geen oordeel hebben. Men kan zeggen, je moet je mond houden, maar geen oordeel hebben bestaat niet. Niemand kan een ander zijn oordeel verbieden, al is die ander nog zo jong. Even kijken hoor. Niemand kan een ander zijn oordeel verbieden, al is die ander nog zo jong. Oké, nou ja. Ik snap de zin niet helemaal. Niet dat ik het een hele mooie zin vind. Ik snap ook helemaal niet waarom een meisje van 13 dit opschrijft.
Laten we het daar eens over hebben. Hoezo? Ik weet dan dat mijn dochter 13 was. En dan kan je zeggen, ja, Anne Frank, slachtoffer in kwestie. Het meest belangrijke slachtoffer van Adolf, de vioolspeler, de Hitler. Die was vroeg oud. Die was jong, vroeg oud. Ja, zou kunnen. Met al die uitroeptekens erbij. Nou. Voor, ik lees er even voor. Voor Beb, Margot, Peter en mij helpt alleen een grote en toegewijde liefde. Die we alle hier niet krijgen. En niemand, vooral hier die idiote wijzen, kunnen ons begrijpen, want we zijn veel gevoeliger en veel verder met onze gedachten dan iemand van hier maar in de verste verten zou vermoeden. Oh. Nou, het zal. Onbetwistbaar. Dagboek C zegt: geen oordeel hebben. Men kan zeggen, je moet je mond houden, maar geen oordeel hebben bestaat niet. Niemand kan een ander zijn oordeel verbieden, al is die ander nog zo jong. Dus dan wel in dagboek C stonden er dus geen uitroeptekens, hè? Want hier staat een uitroepteken, maar geen oordeel hebben bestaat niet, uitroepteken. Een oordeel verbieden, al is die ander nog zo jong, ja. Hier staat geen oordeel hebben. Bestaat niet, daar gaat het om, ja. Dus bij geen oordeel hebben heb je dus ook wel weer een uitroepteken. Ja, geen oordeel hebben, uitroepteken. Uitroepteken, uitroepteken. Dus er staan drie uitroeptekens. Hè? Vanaf geen oordeel hebben tot en met zo jong. En dan drie uitroeptekens. En dan zijn we hier gaan we tellen. Geen oordeel hebben. Eén uitroepteken. En dan hier, je moet je mond houden, maar geen oordeel hebben bestaat niet. Niemand kan een ander zijn oordeel verbieden als die ander nog zijn jong put. Nee, dat is maar één uitroepteken. Het is iets raar. Het is iets schik. Waarin zijn die twee uitroeptekens verdwenen? Dit is dan niet de gory shit, hè? Dit is alleen maar een jolige intro. De gory shit komt natuurlijk... waar het onderlijnd is, hè? Onderstreept. Hè? Even kijken. Kunnen vermoeden, oké. Okay. Oké, vestigen we dan kunnen vermoeden. Ja, dan hier werd vermoeden weer zonder uitroepteken. Ja, oké. Okay, ja. En dan op het ogenblik zit moeder weer te mopperen. Ze is zichtbaar jaloers dat ik meer bedoel met mevrouw Van Pels. En nu zijn we gewoon bijna thuis. Hè? Dus mevrouw Van Pels en mevrouw Van Daan. Hm? Dus dat is allemaal duidelijk. En dan nu het onderstreepte stuk. En begrijp goed, deze onderstreping, die heb ik niet gedaan. Echt niet hoor. No way, Jose. Dit blauwe, dat is mijn vulpen. Nee, mijn bolpen. Niet liegen. Maar dat ben ik, dat is mijn pen. Dat is van mij. Maar de rest is gewoon van de staatsuitgeverij. Van geschreven door je. En dan Anne M. Frank. En dat is ook onderlijnd. Ik moet het maar afmaken. Liefde, ik lees het voor. Liefde, wat is liefde? Ik geloof dat liefde iets is wat eigenlijk geen woorden kan hebben. Liefde is iemand begrijpen, van iemand houden, geluk en ongeluk met hem delen. En daarbij hoort op de duur ook de lichamelijke liefde. Je hebt wat gedeeld, iets, hebben we het zo dadelijk over, en iets ontvangen. En of je dan getrouwd of ongetrouwd bent, voetnoot 1, of een kind krijgt of niet, of je eer weg is,
Dat komt er allemaal niet op aan. Als je maar weet dat er, en dan er is niet onderstreept, er staat voetnoot nummer 2 bij. Ik ga door. Voor je hele verdere leven iemand naast je staat, die je begrijpt en die je met niemand hoeft te delen. Uitroepteken. Nou, dagboek B doet over deze dag geen uitspraak. En dagboek C zegt over deze, iets wat opmerkelijke, zou ik zeggen hoor. Ik vind het een beetje opmerkelijk. Jullie ook? Er is hier een meisje aan het woord. Van een jaar of 13. Een jaar voordat ze zou omkomen door de tyfus. Toen mijn dochter 13 was, toen speelde ze met Playmobil. Dat vond ze sexy. Ja, ik geef het me even over na te denken hoor. En bij de Nederlandse wet is vastgesteld dat prostitutie is toegestaan als de jongste van de twee, die betaald wordt natuurlijk. Want je mag natuurlijk als 13-jarige mag je gewoon een 40-jarige man benaderen en zeggen, hé Karel, als ik jou nou eens 5 tientjes geef, wil je mij dan eventjes... Dat mag, dat mag. Dat is niet verboden, hè. Maar als jij als 40-jarige, ja, is het precies andersom, snap je? Er zijn grenzen aan. En prostitutie is legaal, hè, als de jongste, of als de prostituant, zo, degene die het doet, de producent, die moet 18 jaar zijn. En consensuele seks is toegestaan vanaf 16. Dus als je wat ouder bent en je kent iemand en die is 16. En die, ja, het is gewoon hartstikke gezellig en af en toe doe je het. Is dat legaal? Maar dan ben je wel samen bezig. En niet zo dat jij dus betaalt. Dat mag dus niet. Maar je mag wel seks hebben met iemand van 16 jaar en ouder. Dus bij wet, de Nederlandse wet, toegestaan. Maar Anne Frank, die is omgekomen in Bergen-Belsen toen ze 15 was. En wat heeft dat te maken met haar seksleven? Hoezo heeft een meisje van 13, 14 een seksleven? Wat voor een familie is dat? En dan stilstaan bij wat hier nou eigenlijk staat. Liefde, wat is liefde? Nou, liefde, dat is de optelsom van tijd en aandacht. En dan echte tijd en echte aandacht. Dus net zoals dat curry is een combinatie van aardappels en tomaten. Zo. Maar dan wel echte aardappels en echte tomaten. Niet namaken. En dat totaal heet liefde. Liefde is iemand begrijpen, van iemand houden, geluk en ongeluk met hem delen. Oh ja, joh. En daarbij hoort op de duur ook de lichamelijke liefde. Een meisje van 13, die zet dus eventjes neer dat zij beseft dat er zoiets bestaat als lichamelijke liefde. En wat is dat dan? Dat zou ik postuum wel aan haar willen vragen. Wat verstaat Anne Frank onder lichamelijke liefde? Ik heb wel eens een vrouw gehad en die kookte ontzettend lekker. Ja, vind ik ook lichamelijke liefde. Maar waar gaat deze lichamelijke liefde over? Wat denk je zelf? Ik skip even de typfout. Maar en iets ontvangen en of je dan getrouwd of ongetrouwd bent. Of een kind krijgt of niet. Of je eer weg is.
dat komt er allemaal niet op aan. Als je maar weet dat er voor je hele verdere leven iemand naast je staat die je begrijpt en die je met niemand hoeft te delen. Nou, jou. Het lijkt mij wat we hier lezen, dit is het pure satanistische dogma. Dus of je dan getrouwd of ongetrouwd bent, hè? Dus dit maakt niet uit. Dit maakt ook niet uit. Of je een kind krijgt. Of je eer weg is. Maakt allemaal niet uit. Als je maar weet dat er voor je hele verdere leven iemand naast je staat die je begrijpt en die je met niemand hoeft te delen. Kijk, dit is iets te groot. En dit staat dus in dagboek A. Om het even om te draaien. Kijk, de mensen raken elkaar aan. En als, in de aanraking gebeurt heel veel. Dat vindt al plaats als je elkaar een schouderklopje geeft. Of zo. Of, op zijn Nederlands zeggen ze dan, hey, even boksen, ouwe. En dan doe je gewoon even de vuisten zo tegen elkaar. Dus lichamelijke liefde. Maar dat een meisje van 13 daar dit op deze manier over gaat lopen schrijven. Zij bedoelt gewoon seks. Zij bedoelt gewoon rampetamp. Je hebt wat gedeeld, iets weggegeven en iets ontvangen. Oh ja joh. En of je dan getrouwd of ongetrouwd bent, dat is wel een punt. Als je, als een man en een vrouw zich overgeven samen aan lichamelijke liefde, aan het, noem het maar seks, hè. Dat is het moment van trouw. Dat doe je alleen maar met iemand waarmee je het verder wil gaan doen. En met degene waarmee je het verder wil gaan doen, daarmee ga je het doen. Dus geen seks voor het huwelijk, want seks is het huwelijk. En dat lukt niet altijd even goed en moet je scheiden. Dat is vervelend. Maar er is wel een punt dat je het wel probeert. Dat je, als je seks hebt, dat het echt een stap is in de relatie met die ander. Als je dat allemaal een beetje van, we maken het uit. Joh. En dan, of een kind krijgt of niet, ja, dan ben je mij toch echt kwijt. Huh? Wat voor een... Wat voor een beeld wordt hier geschept door dagboek A? Van ongetwijfeld een Joodse jonge vrouw die iets jonger dan Marianne Vaatstra, zullen we zeggen. Die is dood. En wat voor een beeld wordt hier van haar geschept? Wat vind je daar nou zelf van? Vind jij dat dit mag? Vind jij dat die mensen bij de Anne Frank stichtingen all over deze wereld, aarde, en die krijgen dan 3000 euro netto in de maand en die werken hieraan mee om Anne Frank weg te zetten als een Joodse stoephoer? Of overdrijf ik nu? Of je eer weg is, dat komt er allemaal niet op aan. Zal ik het verhaal nog eens opdissen? Wat die vrouwen overkomen is, die met, hoe heet die lul? Aleister Crowley. Nou, ik ben ook een lul, dus ik mag hem ook een lul noemen. En een postuum neemt hij met hem echt niet kwalijk.
Maar er zijn heel wat vrouwen met Aleister Crowley mede de woestijn ingegaan in overdrachtelijke zin. Ja, hun eer was weg. Is dat leuk? En als je maar weet dat er voor je verdere leven iemand naast je staat die je begrijpt en die je met niemand hoeft te delen, ja, dat is meneer Satan. Your own personal Jesus, maar dan op de verkeerde manier van het woord. Degene die jou verneukt heeft. En nu komen we dus hierop. En nu ben ik echt zo klaar hoor. Dit duurt nog maar 10 minuten of zo. Dit is de enige aantekening die ik heb gemaakt in dit boek. Het feit dat deze regels onderstreept waren, trok mijn aandacht. En hier staat hij. Wat ze hier bedoelen, is te zeggen, iets weggegeven. En dat doe je niet met WEG-geven, maar dat schrijf je aan elkaar. Dus weggegeven, daarin staan 3 G's. Goed in beeld halen. Dit kan dus niet. Dit is de staatsuitgever fucking rij. Deze jokers die kosten ons richting de 6.000, 7.000, 8.000 euro per maand. En dit zien ze niet eens. Snap jij dat? Nou, ik wel. Want ik weet wat deze jokers doen. Dit heet ratio studiorum. Dus ons voor de gek houden. Als je dit woord opleest zonder die extra G die erbij hoort, dan krijg je W gegeven. En wat is W? Kunnen wij op zijn Nederlands met het woord heimwee? En heimwee laat zich vertalen als thuispijn. Sommige mensen die zitten van huis en die hebben zo'n ontzettende thuispijn. En die moeten gewoon terug naar huis. Wee. Heimwee. Das tut wee, zeggen ze op zijn Duits. Dus dan krijg je hier pijn gegeven. En daarbij, dan lees ik dan de zin even opnieuw op. Ja, even iets kleiner maken. En daarbij hoort op de duur ook de lichamelijke liefde. Je hebt wat gedeeld, iets pijn gedaan, iets pijn gegeven en iets ontvangen. Of je dan getrouwd of ongetrouwd bent, of een kind krijgt of niet. Of je eer weg is, dat komt er allemaal niet op aan. Als je maar weet dat er voor je hele verdere leven iemand naast je staat die je begrijpt en die je met niemand hoeft te delen. Dat is toch echt. Ik hoop dat ik dit goed heb uitgelegd. Ik ga dit boek niet verbranden of zo. Maar nee. Ik ga het niet verder scannen. Dit was het allerergste. Dit was trouwens ook pagina 523. En als je dat optelt, dan is het 5 plus 2 is 7, plus 3 is 10. Nou, 1 plus 0 is 1. Dus pagina 1. Dat is gewoon de eerste pagina. En onder zoveel pagina's heb je natuurlijk een pagina nummer 1.
Je hebt heel veel pagina's 1 in ieder boek. Bijvoorbeeld pagina 1. En pagina 2 is dat niet, maar pagina 100. Pagina 100 is ook weer dan pagina 1. En dus dan veel meer pagina's 1. Ja, maar uitrekenen. Om de 9 pagina's of zo krijg je weer een pagina 1. Dus laat het een. Ik hoop gewoon dat ik het goed heb verteld. En dat holocaustontkenning. En daarmee zou ik dus ook willen zeggen, ik zou bij de politieke partij willen oproepen dat dus grapjes maken over de holocaust, zoals hier gedaan wordt, door Anne Frank weg te gaan zetten als iemand die heel erg bezig was van nou, ik wil gewoon seks, man. Maar gewoon verlangens en gevoelens en. En mijn eer, dat interesseert me helemaal niet. Of ik dan zwanger word, maakt me ook niet uit. Ik wil gewoon, lichamelijk, en iemand voor altijd naast mij. En dat is meneer Satan. Ik vind dat dat niet mag. Ik zou vinden dat deze mensen gearresteerd moeten worden. Aangehouden, in ieder geval staande gehouden. Een burgerarrest. En een YouTube-camera erbij. Een goede vragenlijst. Dat is wat ik vind. En wat de Joden is aangedaan. En wat ze wederom altijd weer wordt aangedaan. Wordt ze van alles in de schoenen geworpen. En krijgen altijd overal de schuld van. En het zijn de katholieken. De jongens achter de katholieken. De Babyloniërs. En het is voor ons tijd om daar iets aan te gaan doen, op een of andere manier. En wat ik heb gedaan, ik heb dit stukje, deze bagger, voorgelezen. En ik hoop dat het een beetje leuk overkomt. En dat jullie denken van, nou, als Perry er nog om kan lachen, nou, dan kan ik ook nog wel lachen. Want dat is wel de bedoeling. Want anders gebeurt er helemaal niks. Dus, lievers, op zijn Duits. Heel erg toepasselijk bij dit drama van een boek over het leven van slachtoffer. Hitlers beroemdste slachtoffer. De ongelooflijk slechte kwaliteit van dit boek. Dat de onbetrouwbaarheid van de pagina's afdruipt. En dat er dus ook sekselementen in zitten. Alsof we naar een James Bond film zitten te kijken met een Lolita van 13 jaar. Kan je het je voorstellen? Bah! En onze staatsuitgeverij heeft dit dus gemaakt. Nou, dank jullie wel. Ik denk, arresteren die lui. Alle poen afjatten. Alle bankrekeningen blokkeren. Al die dochters die verkopen we aan ISIS. En van oma verkopen we de linkernier. Dat bedoel ik satirisch natuurlijk. Hè? Ik roep niet op tot geweld, maar. Gewoon ha 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 ha, doet niet iedereen. Maar neem die mensen alles af. Ja, kom op. Dan mogen ze gewoon. Ik heb zo'n buurman hier boven mij. En die loopt de hele dag door te roggelen en te hoesten en te kuchten. Die heeft nog hooguit 6, 7, 8 maanden of zo. Nou, dan valt die flat vrij. Nou, zet zo'n joker die dit werk maakt. Die heeft een villa ergens in, ja, tussen Zandvoort en Dinges in. Bloemendaal of zo. Ja, dan kan die joker, die kan die flat betrekken van die roggelaar die nu nog leeft. En dan hup, en die villa is van ons. Wij hebben dit werk betaald. Snap je dat? Kijk, stel. Jij hebt een aannemer, heb je in dienst genomen. En je zegt, bouw mij een huis. Je betaalt je helemaal blauw. En je ziet allemaal fotootjes van een afstandje van het huis dat hij gebouwd heeft. En nou, dat ziet er allemaal prima uit, weet je. Dus jij denkt, alles is goed. Hè? En dan op een dag, dan neem jij een enkeltje naar Barneveld, zo, om te kijken naar het huis. Waar die mooie foto's van gemaakt zijn. En dan kom je eraan en staat er helemaal geen huis. Het is een of andere baggerzooi. Er is helemaal niks gebeurd. Maar je hebt je aannemer wel betaald. De vraag aan jou is, heb jij een vordering op je aannemer?
Nou, het antwoord is ja. Want je aannemer heeft jou bedrogen. Die heeft gezegd, ik bouw voor jou een huis, hier heb je een foto, kijk eens. En jij maar bijstorten, weet je, 100.000 euro, 200.000 euro, 300.000 euro. En de foto's worden steeds mooier. Hè? Jij hebt betaald. In je goedgelovigheid. Toen je alleen maar keek naar die foto's. En toen kwam je erachter dat er gewoon helemaal niks gebeurd was. Dan moet die vent, moet die poen terugbetalen. En als zo'n man dan zegt van ja, maar ik heb al die poen, die heb ik vergokt in Monte Carlo. En ik heb verneukt met lekkere wijven, overgoten met champagne. Even kijken hoor, was ik overgoten met champagne of die... Dat weet ik niet meer, maar die champagne was op. Nou, dan is het wel heel makkelijk. Dan verkoop je gewoon een nier. Of een lever. Nou, een lever kan je niet doen. Het is een beetje zielig, dan gaat hij gelijk dood. Maar je kan hem verhuren als seksslaaf. Kan hij echt wel een paar honderd euro per avond maken hoor. En betaalt hij maar terug. Zo is het. En deze mensen hebben ons gewoon belogen. We hebben BTW betaald, we hebben accijns betaald, we hebben inkomstenbelasting betaald, we hebben loonbelasting betaald, we hebben vennootschapsbelasting betaald, we hebben waterschapsbelasting betaald, we hebben wegenbelasting betaald, we betalen hier iets van alles van wat wij verdienen. Daar mogen wij iets van 20% zelf van houden. En 80% gaat naar deze eikels. En die bestoken ons met deze bagger. En dan ons aanpraten. Dat als je er ook maar 1 centimeter over gaat lopen, zeiken dat je een antisemiet bent. Bah, bah, bah. En ik wil afsluiten met de opmerking van mijn naamgenoot. En die heet Perry van zijn achternaam. Lee Scratch Perry. En die heeft gedicht. En het rijmt ook. We want our money's back. We hebben recht op. Wij zijn rijker dan we denken, mensen. Dit hoeven wij niet te pikken. Nou, ontzettend fijn dat jullie dit uitgeluisterd hebben. Ik hoop dat ik het een beetje kort heb gehouden. Maar het zal wel goed zijn. Het zal wel lukken, denk ik. Ja. Ik ga ervan uit dat het goed is. Dus hartstikke fijn dat jullie naar mij geluisterd hebben. En op zijn Duits. Heel erg, ja, toch in de trance van de Holocaust. Hè. Weliswaar lag Auschwitz in Polen, maar ja, het was toen van. Ik hou met grapjes maken. Dat is de allerlaatste grap die ik maakte. Gisteravond was ik dus in de kroeg. En zat ik dus te schaken. En toen zat ik te schaken met Richard. En iemand kwam erbij. En met Richard moet je ontzettend oppassen. Dat is echt een hele linker speler. En dan heb je dus die opening komt er zo uit. En al die stukken gaan naar buiten. En dan uiteindelijk staat alles tegenover elkaar. En dan moet er gewoon iemand zijn die bang doet. Ja, zo is het gewoon. Je zet een spanning op en nog een spanning en nog een spanning. En uiteindelijk kom je gewoon... Toef, toef, en dan wordt er geslagen. En dan heb je gewoon die voorzichtige die dan komen. Zo, dan gaat een pionnetje gaat weg of zo. En dan had ik dus gisteravond... had ik dus echt zo'n hele zware move. Ik denk, jongen, ik heb je nu van... Je irriteert me zo ontzettend. Hè. En toen zei ik dus, toen het stuk verzetten... Wollen Sie dem Totalkrieg? En ik gooi mijn paard vooruit. En mijn tegenstander, Richard... Die maalt daar niet om. Die zit alleen maar te kijken naar van, wat doet die klootzak nou? Maar er was dus iemand aan het kijken. En die deinsde helemaal achteruit. Die zei tegen mij, Perry, ja, af en toe doe je aardig. Maar dan zeg je weer zoiets waarvan ik iets helemaal schrik. Ik denk, och erm. Het was maar een grapje, jongen. We spelen een spelletje schaak. Dat is iets anders dan Wollen Sie dem Totalkrieg van de paus. Van die... Ja, de paus is de poppenspeler. Hè? En Adolf vioolspeler, Adolf Vita. Die heeft gewoon precies gedaan wat de paus wilde. Van het protestantisme kapot maken. Punt.
Nou, reuze bedankt dat jullie geluisterd hebben. En op z'n duizend zeg ik dan tjus. En dag lieverds.